Onderzoekers van de TU Eindhoven zijn tot de conclusie gekomen dat wielrenners veel meer profijt van een peloton hebben dan tot nu toe gedacht. Door eerder onderzoek gingen teams ervan uit dat de beschutting van een peloton voor 50% luchtweerstand zorgt. Maar volgens Bert Blokke van de TU Eindhoven is dat maar liefst 95%. Puur aerodynamisch gezien is dat een positie op, laten we zeggen, de 5 tot 6 laatste rijen. Maar niet aan de zijden van die rij. Dus zolang je wat meer in het midden zit, die laatste rijen, maakt het eigenlijk niet uit of je op de laatste rij zit of de 5 na laatste rij. Daar zit je heel erg dicht bij die 5 tot 6% luchtweerstand. Op voorwaarde inderdaad dat je eruit gaat van ook onze veronderstellingen. Er is geen zijwind en er is geen rug- en tegenwind, er is windstilweer. En daarin rij je eigenlijk als groot peloton. Dus als je op de goede plek in het peloton zit, is het alsof een renner 12 tot 15 km per uur rijdt, terwijl het peloton 54 km per uur fietst. Dat is een stuk langzamer dan het tempo dat een gemiddelde Nederlander op zijn stationsfiets haalt. Je zou inderdaad de vraag kunnen stellen of je nog kan ontsnappen. En die wiskundige modelletjes geven aan dat het inderdaad het geval is. Maar je zult veel later moeten ontsnappen. Tenzij natuurlijk je bedoeling is om enkel vooral de sponsor in beeld te laten komen. Dan kan je van het begin van de rit ontsnappen. Maar deze resultaten, geïmplementeerd in die wiskundige modelletjes, tonen aan dat je langer moet gaan wachten. Dus dit lijkt me vooral voor de gelukzoekers van de dag, lijkt me dit goed nieuws, deze berekening. Ja, ik denk dat dit zou goed nieuws kunnen zijn inderdaad voor gelukzoekers. En misschien wat minder goed nieuws voor de toeschouwer thuis. Want het zou best eens kunnen dat de koers wat saaier wordt wanneer men langer wacht met ontsnappen. Blokken heeft een heel wielerpeloton gesimuleerd in de windtunnel in Eindhoven. Een simulatie van deze grootte is nog nooit eerder uitgevoerd en daarmee heeft de TU Eindhoven een wereldrecord te pakken. Het is wel de vraag in hoeverre de wielrenners de bevindingen kunnen gebruiken, want de kopmannen rijden niet voor niets voorin het peloton. Ja, maar niet altijd. Ik denk dat heeft ook te maken met vermijden van valpartijen. Alert zijn in verband met ontsnappingen. Vooral dat ze tonnen waaiers getrokken dreigt te worden. Dus denk wat dat betreft, dit is natuurlijk een puur aerodynamische studie. Uiteindelijk moet je deze resultaten gebruiken samen met de totale strategie om tot een optimaal resultaat te komen.